De volle smaak van de beste kwaliteit. Dit is de unieke smaakbelevenis van Montenauer ham. Een ham die met veel liefde en zorg op traditionele wijze wordt bereid volgens ambachtelijk beproefde methodes. Met altijd gelijkblijvende, hoge en strikt gecontroleerde kwaliteit. Dat weet ook Erik Pankert, die de Montenauer ham in zijn sterrenkeuken in het hotel Tsoor Post in Sankt Vith met passie toebereidt. Elk eindproduct is volledig traceerbaar tot aan het dier waarvan het afkomstig is. Omdat wij enkel en alleen met zorgvuldig geselecteerde en verantwoordelijke fokkers uit eigen streek samenwerken. De varkens groeien op volgens de soortspecifieke behoeften van het dier. Ze krijgen kwaliteitsvoeder en worden stressvrij geslacht. Enkel een uitstekend basisproduct kan ooit de enige echte Montenauer ham worden. De pH-waarde voor verse ham mag maximaal 6 bedragen om in onze rokerij te mogen worden verwerkt. Onze rokerij is een familiebedrijf dat in het dorpje Montenau, midden in de Oost-Belgische Ardennen, is gevestigd. Hier moet de ham opnieuw een strenge pH-controle door juniorchef Sacha Roos ondergaan. Omdat hij enkel op die manier, volledig zonder chemische toevoegingen, kan worden veredeld. De hammen die de strenge controle hebben doorstaan, worden vervolgens door ervaren specialisten met precisie en kunde voorzichtig ontbeend. Vervolgens wordt de ham op maat gesneden. Met onze zelfbereide mengeling van zout en kruiden creëren wij ons eigen aroma. Deze unieke smaak doordringt het vlees en zorgt ervoor dat het houdbaar blijft. De ham wordt volgens de traditionele slagerskunst zorgvuldig met de hand bewerkt. Tijd is voor een traditioneel bereid product met een echte typische regionale smaak van groot belang. Iedere ham wordt met de hand met ons eigen kruidenmengsel ingewreven. Steeds met veel liefde en passie voor het vlees, om zo delicatessen te creëren, zoals de Ardeense beenham, origineel Ardeense ham, peperham en notenham. Na het invrijven wordt de ham gedurende 6 weken ingelegd. Vervolgens rust hij gedurende 5 weken in een rijpkamer waar het zout en de kruidenmengeling tot diep in de ham doordringen. Na het rijpen wordt de ham gewassen. Het zuivere bronwater, waarin onze ham na het pekelen en rijpen 24 uur rust, wordt uit onze eigen bron vanuit 100 meter diepte opgepompt. Dit is één van onze belangrijke kwaliteitskenmerken. De ham wordt volgens de van oudsher overgeleverde traditie met beukenhout en jeneverbessen gerookt. Hoe oud de overgeleverde recepten ook zijn, hoe traditioneel ze ook worden omgezet, de hygiëne- en productietechnologieën zijn bij ons toekomstgericht. De prachtexemplaren hangen nu 4 weken in de rookkamer, waar ze dankzij echte rook en een streng gecontroleerd 100% natuurlijk proces hun onvergelijkbare rijpheid bereiken. De ham rijpt nog na in geklimatiseerde kamers en in een gesloten verpakking, om het uiteindelijk beoogde vochtevenwicht te bereiken. Pas na een productietijd van 6 maanden wordt de verse ham een origineel Ardeense ham. Hier wordt nog iets echt met de hand gemaakt, door mensen die hun handwerk van meet af aan bij ons hebben geleerd en die het met veel gevoel voor verantwoordelijkheid en als hecht team kunnen uitoefenen. Een van de laatste stappen is het verpakken van de verschillende producten zonder toevoeging van gassen.
Indien de klant dit wenst, verwijderen wij ook het zwoerd. Want alleen wanneer onze klanten tevreden zijn, zijn wij het ook. De kwaliteit van onze producten oriënteert zich steeds aan de behoeften en verwachtingen van onze klanten. Voor elke stap telt, kwaliteit gaat boven alles. Voilà, de origineel Ardeense ham, made in de Oostkantons, is klaar. Dankzij het keurmerk is hij herkenbaar als echte Ardeense ham. Onze klanten waarderen vooral onze competentie en advies gebaseerd op echt partnerschap. Neem contact met ons op. Origineel Ardeense ham. Een premium product uit eigen streek. Voor de streek, met de streek. Altijd met gecontroleerde kwaliteit, ambachtelijke productie, volgens de eeuwenoude traditie sinds generaties.